Kleine vos spelen in het bos. Het zijn allemaal korte verhalen over de dieren die leven in het bos. En wat doen ze allemaal? En wat kun je allemaal vinden in het bos? Ik zal een klein verhaaltje voorlezen. Klein zwijn is jarig. Kleine vos zoekt kastanjes in het bos. Die neemt hij mee als cadeautje voor kleine zwijn. Zijn rietenmandje is al bijna vol. Dag konijn, ga jij ook naar het feest van klein zwijn? Kan niet, zegt konijn. Ik heb geen cadeau voor hem. Nou, dan ga je toch eikels zoeken, zegt kleine vos. Die vindt klein zwijn heel lekker. Hij lust alles wat in het bos groeit. Dat weten eekhoorn, egel en duif ook. Eekhoorn neemt paddenstoelen mee. Egel heeft rode appeltjes geplukt. Duif spaarde mooi gekleurde blaadjes en samen maken ze daar een lange slinger van. Dan wil konijn alle cadeautjes gaan inpakken. Maar kleine vos heeft een beter idee. Hij maakt van al die kastanjes, eikels, appeltjes en paddenstoelen iets heel moois. En het is nog lekker ook. Wat maakt kleine vos, denk jij? Zullen we kijken? Hiep, hiep, hoera! Wijs aan waar de dieren hun lekkere cadeautjes vonden in het bos. En hoeveel jaar wordt kleine zwijn? Kan jij het allemaal zien? Dus hoeveel jaar wordt kleine zwijn? En wat hebben ze met al die lekkere paddenstoelen, eikeltjes, kastanjes gemaakt? En het leuke aan dit boek is dat je zelf mee kunt lezen, want er staan niet alleen maar woorden, er staan af en toe ook in plaats van een woord staat er dan een plaatje bij. En dan kun je mama of papa helpen, of misschien kan je zelf al een beetje lezen, om het verhaal te lezen. En wat dan heel leuk is om samen met elkaar te doen, is te gaan knutselen. Want kleine vos en als dierenvrienden, die vonden van alles in het bos. Ik heb nu wat blaadjes geknipt en ingekleurd. Maar dat kun je natuurlijk ook doen met paddenstoelen, eikels, kastanjes. Dus ga lekker allerlei papier zoeken. Pak een schaar en stift of potloden. En knip van alles wat je in het bos zou kunnen vinden. En wat kun je daar allemaal mee doen? Ik heb bijvoorbeeld ook wat blaadjes liggen hier in mijn boekstartkoffertje. En dat zijn blaadjes. Die heb ik gekocht in de winkel. Maar je kunt ze natuurlijk ook zelf maken. En met die blaadjes kun je lekker muziek opzetten. En bijvoorbeeld gaan dansen. Gooi ze in de lucht en wat kun je allemaal doen? Bewegen de blaadjes met de muziek mee. Kan je lekker rollen door de blaadjes? Kun je ze wegblazen? Nou, het zijn allemaal leuke dingen om te doen. En maak een mooie slinger van alles wat je hebt geknutseld. Net als dat alle dieren deden voor klein zwijn. Dus pak een touwtje of plak ze allemaal aan elkaar. En maak de allermooiste slinger die je ooit hebt gezien. Veel plezier!